Ik was ook vergeten de gevolmachtigde minister van Curaçao, de heer Begina, van harte welkom te heten. Die zal zo aanschuiven in de voorzittersloze. Mevrouw Özdok. Dank u wel, voorzitter. Het is ontzettend fijn om hier weer te mogen zijn. Voorzitter, niemand kon een half jaar geleden vermoeden dat we op de drempel stonden van een mondiale pandemie met desastreuze gevolgen. Ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. We leven mee met alle Caribische Nederlanders die getroffen worden door het COVID-virus. Maar vooral zijn we bezorgd over de gevolgen van corona op de eilanden. De schrijnende armoede slaat keihard toe. Kinderen krijgen nauwelijks te eten. Noodzakelijke medische voorzieningen zijn in alle haast ingevlogen en ingevaren. Niet alleen de landen, zoals ik zei, maar ook Bonaire, Saba en Statia. We leven intens met hen mee. Ik heb vragen gesteld over watertekorten op Statia. Hoe kun je de RIVM-maatregelen handenwassen toepassen als er langdurig geen water uit de kraan komt? We zien nu nog scherper de grote kwetsbaarheden, de grote afhankelijkheid van inkomsten uit toerisme en uit olie en het beperkte vermogen om in eerste levensbehoeften te voorzien. En Sint Maarten is nog niet eens volledig hersteld van orkaan Irma. De humanitaire nood is groot en urgent. Dat lees ik ook in de brief van de staatssecretaris. Voor GroenLinks is het bieden van humanitaire hulp essentieel. Corona op de Cariben is zonder twijfel een ramp. Maar de huidige problemen zijn er niet door ontstaan. Die waren er al lang. Bestaande mogelijkheden zijn eigenlijk door corona verdiept en verscherpt. Voorzitter, er zijn duurzame sociaal-economische omstandigheden noodzakelijk. GroenLinks wil daarom dat de staatssecretaris naast zijn inzet ook snel samen met de landen en Caribisch Nederland werk maakt van de door GroenLinks gewenste hervormingen. Dat betekent een snelle start van een proces dat leidt tot een duurzame, weerbare en zoveel mogelijk zelfredzame economie die de bewoners van het Caribische deel van het Koninkrijk in ieder geval vrijwaart van de huidige hemeltergende armoede. Binnen het Koninkrijk staan de landen elkaar met raad en daad terzijde. De huidige uitzonderlijke periode en de tijd die voor ons ligt zal dit uitgangspunt van het Koninkrijk wel op de proef stellen. We waarderen dat het land Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten met leningen te hulp schiet. Hoe de voorwaarden van de liquiditeitssteun ook zijn, de vraag is of het reëel is dat de landen erin slagen die leningen terug te betalen. De heer De Graaf. Dank u wel, voorzitter. Ik heb mevrouw Özdok twee keer of drie keer het woord duurzaam al horen gebruiken.